Welkom bij deze nieuwe video. Ik zit hier lekker in mijn pyjama, want dit is weer een Get Ready With Me. Want ik ga jullie vandaag meenemen naar een filmpremière. Ja, een filmpremière. Little Old Me is gewoon uitgenodigd voor een filmpremière van de film Avatar. Ik ben super benieuwd. Hij is vanavond. Het is nou 11 uur in de ochtend en vanavond is het. Ik kan niet wachten. Ik heb deel 1 ook al gezien. Deze film heeft echt heel lang op zich laten wachten. Echt 13 jaar of zo. Dus ik ga me vandaag helemaal klaarmaken en ik neem jullie ook mee naar die première. De meeste mensen die naar zo'n groot nieuw event gaan, die gebruiken make-up die ze al kennen, waarvan ze zeker weten dat het goed is, doen kleding aan die ze al van tevoren hebben gepast. Ik niet. Ik heb letterlijk nieuwe make-up die ik vandaag ga opdoen. Ik heb kleding besteld voor vandaag die ik nog niet eens heb gezien überhaupt. Dus ik ben er weer lekker last minute. Als vandaag iets niet goed gaat, heb ik ook gewoon geen plan B. Maar jongens, dit is het gewoon. Dit is gewoon hoe ik leef. Gewoon living on the edge. Dus ik ga ook deze nieuwe make-up gebruiken van NYX Cosmetics. Want ze hebben deze nieuwe samenwerking met Avatar. En het leek mij wel leuk om deze make-up te gebruiken voor de Avatar première. Dus ik heb het nog nooit gebruikt. Dus ik hoop gewoon dat het goed gaat zijn. En ik heb dus ook allemaal nieuwe kleding besteld. Ik heb een aantal jurkjes besteld waarvan ik er dus eentje ga aandoen vandaag. En we gaan straks met z'n allen alles bekijken en samen aankleden. En zien wat de look gaat zijn voor vanavond. Dus ik hoop dat er iets goeds bij zit. Anders heb ik gewoon letterlijk geen outfit. Dus ja. Dus ik neem vandaag veel risico's. Maar dat maakt niet uit. Ik hoop gewoon dat het gewoon goed zal gaan. Daar ga ik gewoon vanuit. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van al mijn video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn haren. Die heb ik net gewassen en helemaal gedaan. Het is nog een beetje nattig. Dus zometeen gaat het nog meer bol worden. Want nou is het nog een beetje plat omdat het dus nat is. Omdat Avatar blauw is, ga ik ook gewoon voor mijn blauwe haarband. Dat is wel cute. Dagcreme heb ik al opgedaan. Ik denk dat ik vandaag gewoon ga beginnen met de ogen. Ik wil een beetje voor een blauwe ooglook gaan. Dus dit is het PR pakketje die ik dus heb ontvangen van NYX. Laat het openmaken. Jullie hebben het ook al gezien in mijn PR unboxing video. Als je die video hebt gezien. We hebben een heel groot oogschaduwpaletje. We hebben iets van een gezichtspaletje. We hebben een setting spray. Een lipstick die ik denk niet ga opdoen. En face paint die ik ook niet ga gebruiken. Ik ga me niet helemaal blauw maken. En ik heb hier een gloss waarvan ik ook niet zeker weet of ik die ga gebruiken. Wat ik in ieder geval wel zeker ga gebruiken zijn deze twee paletjes. Deze gebruiken voor de ogen. Echt prachtige kleuren. Ik hoop gewoon echt dat de kwaliteit goed gaat zijn. Ik ga een beetje voor een blauwe look. En dan heb ik hier een gezichtspaletje met blushes en highlights. Maar eerst ga ik beginnen met mijn wenkbrauwen. Ik heb mijn NYX Micro Brow Pencil in de kleur Espresso. Even de haars omhoog komen. Ik heb dus powderbrows gedaan, dat weten jullie. En dit is dus nou hoe ze eruit zien. Dit is het eindresultaat. Maar over 5 weken moet ik er weer heen voor een touch-up. Dus het is pas klaar, eigenlijk officieel na die afspraak. Nou is het dus nog heel licht, maar straks wordt het wat heftiger en donkerder. Wat dus wel fijn is hieraan, is dat ik het nou letterlijk alleen maar een beetje zo hoef in te kleuren. En that's it. Ik heb ook straks een afspraak voor mijn nagels. Ik had die eigenlijk om 8 uur vanochtend. Maar ze heeft het dus verzet naar vanmiddag. Dus dan neem ik jullie ook gelijk mee daarheen. Misschien ga ik ook gewoon voor blauwe nagels. Of is dat een beetje overdreven? I don't know. Beetje wenkbrauwgel. Wenkbrauw. Beetje wenkbrauwgel. Deze is van Beauty Bay. En dan zijn de wenkies klaar. Oké, ik heb jullie ingezoomd. Want ik wil dus gaan beginnen met de ogen. Ik ga eerst even mijn gezicht primen. Dat doe ik gewoon met de concealer. Mijn Tarte Shape Tape. Maar je kunt gewoon elke concealer gebruiken die je wilt. Niet al te veel. Dan heb ik altijd gewoon zo'n kleine beauty spons. Waarmee ik het dan goed uitblend. Mijn wimpers zitten dan wel een klein beetje in de weg. Maar ja, die kunnen er niet vanaf. Ik weet niet wat ze hier buiten op straat aan het doen zijn. Maar als je wat kabaal hoort, dat is dus buiten. Maar ik hoop dat ze gewoon zo klaar zijn. Oké, dan ga ik dus in met dit paletje. Ik vind het paletje er wel echt heel mooi uitzien. Vooral dit vind ik heel mooi. Kijk even dit eiland. Echt, ik wil er echt heen jongens. Oh my gosh, kijk hoe mooi dit is. I love it. Nou, dit zijn dan alle kleurtjes. Ik ga denk ik vooral de blauwe kleuren gebruiken. Ik zie een beetje groen, blauw, rozig. Ik ga denk ik vooral voor de blauwe kleuren. Ik ga niet eens proberen deze namen uit te spreken van die kleuren. Oh my gosh. Ik ga in ieder geval beginnen met deze blauwe matte kleur. Unoptium. Unoptanium. En dan met mijn Zoeva 228 Fluffy Cost ga ik die aanbrengen in mijn hele arcaarboog. Jongens, ik ga echt nooit naar events. Ik word zo vaak uitgenodigd voor events en dan met name beauty events. En ik ga echt nooit, ook vooral gewoon omdat het allemaal te ver is. Ik woon helemaal in Brabant en alles is altijd in Amsterdam, Hilversum, et cetera. Vandaag is ook weer in Hilversum. Maar ik dacht, een filmpremière vind ik toch wel echt iets anders. Vind ik toch wel leuk. En het is gewoon heel leuk om dat gewoon een keertje mee te maken gewoon in je leven. En ik mocht iemand meebrengen, dus ik breng mijn zus mee.
Dus ik dacht, dit is iets wat ik niet wil missen. Ook al vind ik het misschien uiteindelijk helemaal niks, dan heb ik tenminste meegemaakt één keer in mijn leven. En dat is gewoon wat ik dus belangrijk vind, om gewoon dingen te doen en niet altijd maar niet te gaan, zeg maar. Dus dat is dus waarom ik vandaag wel ga, terwijl ik eigenlijk normaal niet echt ga naar events. Dus ik ben best wel een beetje zenuwachtig, maar oké. Alles is dus blauw, ook de dresscode is ook blauw. Er is een blauwe loper. We moeten er zijn om 7 uur en dan is er een pre-party tot 8:30 en dan begint de film. De film is 3 uur, oh my god, iets van 3 uur en een kwartier of zo. Dus we zijn pas klaar om 12 uur 's nachts. Dus het wordt echt een lange avond. Ik hoop echt gewoon dat ik me ga vermaken. Maar ja, ik ben sowieso met mijn zus. Dus dat is wel fijn. Ik ben niet alleen. Na heel veel events moet je echt alleen gaan. En dat is ook waarom ik vaak dus niet ga. Want ik wil gewoon niet alleen gaan. Want ik ken nooit iemand. Dan ga ik in met deze beetje donkere blauwe matte kleur. En die gaat ook in mijn arcadeboog. Maar ik blijf vooral zo hier in de buitenste ooghoek. En dan ga ik alles een beetje donkerder maken. Ik gebruik nu mijn Zoeva 224 kwast. Dit is een iets kleinere fluffy kwast. Dan ga ik ook een heel klein beetje van deze zwarte matte kleur aanbrengen. Die wil ik echt gewoon een heel klein beetje zo hier zo aanbrengen. Echt alleen maar in de buitenste hoek. Om het nog wat donkerder te maken. Oké, die is niet echt heel zwart. De kwaliteit is niet echt je van het. Ik vind het altijd zo jammer dat dit soort samenwerking collecties nooit echt goede kwaliteit zijn. Maar whatever. Ik maak er wel iets van. Nou, je kunt het zwart bijna niet eens zien, maar oké. Het is ook een beetje patchy, oh my god. Ik had die kleur eigenlijk gewoon niet moeten opdoen. Dan hoop ik dat de glanzende kleuren beter gaan zijn. Ik denk dat ik gewoon inga met echt de meest heftige kleur. Ik ga in met deze blauwe kleur hier. Kijk even dit. Dit is echt letterlijk de avatar kleur. Zie je dit? Fantastisch. Ik hoop dat deze kleur de look gaat redden. Kijk hoe mooi. Ik ga gewoon dit aanbrengen over mijn hele oog om die matte kleuren te verbergen. Ja, dit is wel echt heel erg mooi. Dan een klein beetje uitblenden bij de randen. Er is ook helemaal geen fallout. Deze glanzende kleur valt helemaal niet hier naar beneden of zo. Dus dat is ook heel fijn. Vooral als je al je gezichtsmake-up hebt gedaan, is dat echt top. Dan pak ik deze hele lichtblauwe glanzende kleur. En die wil ik dan zo een beetje hier gaan aanbrengen. Zo in het begin, om een soort van ombre-effect te creëren of zo. Oh, die is ook echt prachtig. En het brengt ook gewoon top aan met een kwast. Dat is ook fijn. Ja, kijk hoe mooi. Deze glanzende kleuren hebben echt een beetje de look verpest van deze matte kleur. Ik weet niet wat het is. Blauw is ook niet een makkelijke kleur, maar toch. Het is niet een heel goedkoop paletje. Ik pak weer even die donkerblauwe matte kleur. Die breng ik weer een beetje hier aan. Die zwarte kleur was echt een bende. Deze blauwe kleur was nog wel een beetje oké. Dus die breng ik gewoon weer iets meer aan. Dan neem ik een make-up wipe. En dan ga ik de oogschaduw hier zo opruimen. Dan ga ik ze strak maken. Zie je dit? Zo, dus het maakt ook helemaal niet uit wat voor bende je maakt. Want je gaat het gewoon weer opruimen. En dit ziet er echt gelijk een stuk beter uit. Dit brengt je make-up gelijk weer naar een next level. Dan wil ik denk ik nog wel een mini wing maken met deze zwarte oogschaduw. Ik weet niet of dat een goed plan is, maar ik ga het toch gewoon proberen. Want het wordt toch echt heel mini. Ik maak hem een beetje smoky. Omdat de kwaliteit van de oogschaduw dus niet zo goed is. Maar ik heb het gevoel dat je het niet echt kunt zien. Maar oké, whatever. Ik heb een mini wing gemaakt. Nou, wimpers hoef ik dus niet meer te doen. Die heb ik al. Ik heb wimper extensions. Dus ik ga ook even met mijn smoothie door mijn wimpers heen. En dan zijn die gewoon eigenlijk klaar. Het is zo fijn. Het scheelt weer tijd. Niet dat ik haast heb hoor, maar whatever. Ik ben vandaag echt heel vroeg. Nou, we zijn weer een beetje uitgezoomd, want het is nu klaar met de ogen. Ik ga beginnen aan het gezicht. Zoals ik al net zei, is het nog vroeg. Het is nu 11:30 en ik ga pas om 7:00 daarheen. Ik moet er pas om 7:00 zijn en tot 12:00. Dus mijn make-up moet letterlijk tot 12:00 s'nachts goed blijven zitten. Dus ja, dat wordt vandaag een 12:00 dag. Dus ik ga ook make-up gebruiken waarvan ik weet dat hij echt 12:00 gaat volhouden. En het begint al met het primen van je gezicht. Dat maakt al heel veel verschil. Qua primer is mijn droomcombinatie voor langhoudende make-up deze combinatie. Mijn Milk Hydro Primer. En deze Elf Body Primer. Deze van Milk gaat over mijn hele gezicht. Deze is heel plakkerig en laat je make-up echt heel lang goed zitten. Ik heb deze primer al zo lang. Hij gaat heel lang mee. Hij is wel wat duurder. Maar hij gaat dus echt heel lang mee. Dus dat is wel fijn. Of ja, afhangt zelf van hoe vaak ik het gebruik. Ik gebruik hem echt alleen als mijn make-up lang moet blijven zitten. Kijk, hij is heel plakkerig. Zie je dit? I love it. En wat ik dan doe is ik pak mijn Elf Body Primer. En die is voor de poriën. Dus die breng ik alleen maar hier zo aan. Om mijn gezicht wat extra smooth te maken. En met wat er nog op mijn vingers zit, ook een beetje op mijn kin. Jongens, weten jullie nog in een andere video dat ik aan het klagen was over hoe mijn huid aan het struggelen was? Nou, het is nou eindelijk weer beter. Het begint weer terug te gaan. Alles begint weer smooth te worden. Dus
Daar ben ik echt heel blij mee. Voor foundation wil ik volledige dekking en ook weer dat hij lang blijft zitten. En ik heb een hele goede foundation hiervoor en hij is betaalbaar. Deze CC Cream van Elf. Deze is echt amazing en heel goedkoop. Ik heb hem in de kleur medium 330. En jongens, deze nieuwe spons van Kruidvat is echt geweldig. Jullie hadden ook gezien in mijn unboxing dat ik die had ontvangen en die wilde gebruiken. Ik heb hem nou al een aantal keer gebruikt en I love it. Betaalbare sponsen zijn vaak een beetje hard en niet zo fijn. Maar deze is echt amazing. En er zaten er twee in één pak. Dus je hebt ook gelijk één kleinere erbij. Dus dat is ook top. Mocht je nog op zoek zijn naar een goede betaalbare spons. Dan ga ik mijn gezicht cream contouren met deze stick van Fenty Beauty in de kleur Truffle. Deze is wel een beetje droog, maar de kleur is echt perfect. En dan voor concealer de beste concealer ever. Deze van Huda Beauty, de nieuwe in de kleur Cookie Dough 4.3N. Je kunt ook altijd je concealer gebruiken om je oogschaduw een beetje op te ruimen. Dat is ook een handig trucje. Voor poeder gebruik ik mijn Laura Mercier poeder. Echt mijn beste poeder ever. Los van alle NYX producten zijn alle andere producten die ik gebruik gewoon wel bekende producten van mij. Waarvan ik gewoon zeker weet dat ze goed gaan zijn. Dus dan maakt het ook niet per se uit als de NYX producten iets minder goed zijn of whatever. Zolang je gezichtsmake-up goed is, is het eigenlijk bijna niet te zien voor andere mensen als iets niet helemaal goed is in je oogschaduw of whatever. Mijn NYX contourpalet om mijn neus te contouren. Ik gebruik deze kleur hier. En dan natuurlijk om alles in mijn gezicht te laten smelten. Mijn Max & More Fixing Spray. Nou, dan ga ik even snel mijn ogen afmaken. De onderkant. Ik ga even met dit blauw oogpotloodje in de kleur Cobalt van LA Girl. Super mooi dit blauw. Is echt altijd heel mooi qua oogschaduw bij iedereen met bruine ogen. Dan weer terug naar het paletje. En ik ga deze twee matte blauwe kleuren allebei aanbrengen op de onderste wimperrand. Ik breng niet te veel aan en ook niet te smoky. Ik hou het dicht bij de wimperrand. Dan pak ik wat mascara. Mijn MAC Stack mascara. Voor de onderste wimpers. En ik breng ook een beetje aan in de extensions om ze iets zwarter te maken weer. Dan ga ik mijn gezicht bronzen met deze bronzer van Physicians Formula. In de kleur Deep Bronzer. Muru Muru Butter Bronzer Deep. Volgens mij is dat de naam. Ik weet niet precies. Maar alles staat in de beschrijving. Het is de perfecte kleur als ik zo op mijn lichtst ben. Ik heb nu een beetje een lichte huidskleur. Het hoeft niet te veel, want ik heb al gebronsd gecontourd met die cream stick. Maar gewoon een beetje om het te zetten, zeg maar. Om het vast te lokken. Dan ga ik in met dit paletje. Als ik zo kijk naar de blushes, zijn ze een beetje heftig allemaal. Ik denk dat ik deze twee kleuren gewoon een beetje met elkaar ga mixen. Ik heb ook een nieuwe blush kwast. Ook van de Kruidvat. Hun nieuwe kwasten en sponsen zijn echt heel erg goed. Er staat verder geen naam op ofzo. Maar ja, het is gewoon de officiële blush kwast. En dan pak ik gewoon zo een beetje van allebei. Niet te veel. En dan breng ik gewoon een beetje aan. Alle blushes zijn mat. Dat vind ik op zich wel fijn. Ik had niet echt behoefte nu aan heel veel glans. Ik ga ook niet al te veel aanbrengen. Anders wordt het een beetje clown effect met de blauwe oogschaduw. Zo, de blush is op zich wel mooi. Ik heb dus hier ook twee highlights die ik allebei niet ga aanbrengen als normale highlight hier. Want het gaat niet staan met mijn huidskleur. En dat gaat mijn hele gezichtsmake-up verpesten. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel deze lichte kleur pakken en die aanbrengen in de binnenste ooghoeken. En een klein beetje op mijn neus. Ik denk dat ik het niet ga aanbrengen op mijn neus. Het is iets te rood. En dat gaat gewoon niet mooi zijn. Maar ik moet wel iets van een glans hebben op mijn neus. Dus ik pak gewoon deze Catrice highlighter. En die gaat gewoon op mijn neus. Maar hiervoor in de binnenste ooghoeken is die wel echt heel mooi. Zien jullie dat? Oké, dan de lippen. Ik heb hier twee lipproducten van de collectie. Maar ik weet niet of ik ze ga gebruiken. Deze kleur is echt best wel roze. Dit is de kleur Ronal. Ja, nee. Dit is echt gewoon knalroze. Dat gaat me gewoon echt niet op worden. Dus deze ga ik helaas niet gebruiken. En dan heb ik ook nog wel een lipglossje. Maar deze is een beetje zo groenig. Kijk, zie je dit? En ik weet ook niet echt of dat gaat staan. Is niet echt mijn ding. Dus deze lipproducten ga ik allebei niet gebruiken. Ik ga gewoon voor een nude lip. Ik ga in met mijn NABLA Close-Up lippotloodje in de kleur hashtag nude, nude hashtag 3. En dan deze nude lipstick van Clarins in de kleur 758V. Dit is echt een van mijn mooiste nude lipsticks. Zie je dit, jongens? En hij blijft echt de hele dag zitten. Kijk even hoe mooi. I love it. Hij is echt
een beetje lichte roze, zeg maar. Hij heeft wel een klein beetje een bruine ondertoon. Dus dat is heel mooi met zo'n bruin lippenblootje. Zo, en dan last but not least heb ik ook nog hier de Setting Mist van NYX Cosmetics. Facial Mist. Ik moet alleen zeggen dat een setting spray best wel belangrijk is voor de duur van je make-up. Dus ik ga geen risico's nemen. Dus ik ga ook in met deze van Benefit, waarvan ik zeker weet dat die mijn make-up de hele dag laat zitten. En dan ga ik die er overheen aanbrengen. Want we kunnen vandaag geen risico's nemen. Deze is wel heel agressief. Dat vind ik nooit zo heel fijn. Oké, mijn haar is nou ook alweer een beetje opgedroogd. Dus het ziet er allemaal wat beter uit. Dit is dan de make-up look, jongens. Wat vinden we ervan? Ondanks dat ik niet heel enthousiast ben over de NYX collectie, is de look uiteindelijk wel oké geworden. Zijn dit producten die ik weer zou gebruiken? Tot niet echt. Er zat echt helemaal niks bij waarvan ik denk, ja, deze moet je echt hebben. Maar al met al is het wel gewoon heel leuk voor de première. I love it. Nou heb ik dus mijn haar gedaan, make-up gedaan. Dat blijft gewoon zo. Het hoofdgedeelte is helemaal klaar. Nou gaan we kijken naar de kleding. En dit maakt mij een beetje zenuwachtig. Jongens, het is vandaag ook echt super duper koud. Ik ga even kijken. Het is op dit moment min 2 graden. En we gaan daarheen in een jurkje. Dus ik hoop dat het daar binnen lekker warm is. Want anders hebben we een probleem. Maar goed. Ik heb dus gewoon van alles besteld. Ik heb ook schoenen besteld. Ik neem jullie mee. Oké, nou zien jullie mijn make-up ook een beetje in normaal licht. Kijk even deze glanzende ogen. Dat vind ik echt super mooi. Nou lijkt het alsof mijn gezichtsmake-up niet matcht met mijn nek. Maar in het echt is dat wel. Dat komt gewoon door de lichtinval. Voordat ik alle kleding ga passen en ga laten zien aan de schoenen en alles. Ga ik eerst eventjes eten. Want het is lunchtijd. En ik heb nog helemaal niks op vandaag. En jullie weten mijn lunch. Vooral als ik haast heb. En ik heb zometeen mijn nagelafspraak. Dus ik moet snel doen. Is mijn Y-Food Shake. Ik heb hier de smaak Smooth Vanilla. Een van mijn fave smaken. Jullie weten. Ik heb het al heel vaak verteld. Dit is echt een fantastische maaltijdshake. Dus ik ga even hiermee lunchen. Hij is echt fantastisch, want hij heeft 26 vitamine, mineralen, hoge eiwitgehalte, vezels, glutenvrij en zonder toegevoegde suikers. Dus ja, dat is echt amazing. En deze laat me altijd echt vol zitten voor uren. Dus dan ben ik ook gewoon de hele middag weer zoet. Dus dat is top. Ik zet een linkje hiervan beneden in de beschrijving. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Dat scheelt je weer geld op hun website. Die is gewoon altijd te gebruiken. Dus je kunt zo vaak en zoveel en wanneer je wilt bestellen. Dat is echt top. En ze hebben heel veel smaken. Dus ik raad het zeker aan. Als je niet per se weet welke smaak je zou willen, dan raad ik hun tasterpakket aan. Dat is een pakket met volgens mij 5 verschillende smaken om gewoon alles te proberen. Die had ik ook gehad in het begin. Dus ja, deze ga ik even drinken en dan gaan we beginnen aan de kleding. Oké, nou ik ben op bed en dit is dus wat ik heb besteld. Ik heb hier dus alle kleding besteld. De dresscode is feestelijk avatar blue, dus iets in het blauw en een beetje feestelijk. Dus ik heb een paar feestelijke outfits besteld. En bij You Want I Sell heb ik ook schoenen besteld, want ik heb een look in mijn hoofd. En deze schoenen zijn echt 14 centimeter, super hoog. Ik weet niet of ik ze ga aandoen en of de look gaat zijn als hoe ik het in mijn hoofd heb. Maar we gaan gewoon proberen. Nou, zoals je kunt zien, allemaal blauw. Ik heb 3 jurken besteld. 2 met pailletten, want dat vond ik wel feestelijk. En 1 gewoon een normale blauwe jurk. Ook de maten heb ik allemaal gewoon maar gegokt. Dus ja, laten we het gewoon proberen, jongens. Ik ga beginnen met deze halter mini jurk. Hij is super mooi, heel erg mooi blauw. Ik heb de maat 38. En dit is echt de perfecte avatar blue. En deze leek mij dus leuk met een zwarte panty. En dan deze schoenen. Ik ga die ook even gewoon gelijk pakken dan. Oh my gosh, kijk even dit. Ik ga stuk. Dit leek mij dus heel leuk. Ik weet niet of ik het ga doen, jongens. Deze hakken gaan wel echt super fijn lopen. Want de hak is dus echt heel erg dik. Maar ze zijn wel heel hoog, 14 centimeter. Dus dit met een zwarte panty en dan deze schoenen. Dat leek mij dus een hele leuke outfit. Dus dit ga ik als eerste proberen. Deze schoenen heb ik ook in de maat 38. Dat is gewoon mijn normale maat. Ik hoop dat ze passen. Mensen, dit is echt geweldig. Oh my god, dit is precies als hoe ik het in mijn hoofd had. Dit is echt heel erg mooi. Hij past echt perfect. Hij maakt mijn figuur ook heel mooi. Je moet hem wel aan met een strapless BH. Want ja, anders heb je hier zo de BH-band. Dus dat heb ik gedaan. En met zo deze panty en deze schoenen. Ik vind het echt heel mooi. Kijk even deze schoenen, jongens. Dit is echt niet normaal. Kijk even hoe hoog ze zijn. Ze lijken een beetje op die ene Versace schoenen. Ik denk dat ze daar ook echt op zijn geïnspireerd. Ze zijn echt super hoog. Maar wel echt perfect voor deze outfit. Dit is echt precies als hoe ik het in mijn hoofd had. Het is wel een klein beetje koud, maar whatever. En hij kriebelt een klein beetje, dat wel. Maar daar kan ik wel gewoon mee werken. En mijn haar blijft heel de tijd zo vast hangen hierachter in die pailletten. Dus qua comfort is het niet echt geweldig. Maar dat boeit mij echt helemaal niks. Want ik vind hem voor de rest echt toppie. Kijk hem even glinsteren, jongens. Let niet op die bende hierachter. Ik vind het echt super duper leuk. Kijk even dit.
Oké, dan nu deze beetje blauwe soort van blazer blouse jurkachtige, weet ik veel wat. Deze heb ik ook in maat 38. Dus ik ben heel benieuwd hierna. Deze is ook weer echt heel erg leuk. Ook weer leuk met deze panty en deze schoenen. Maar misschien ook leuk met hoge boots. Zo tot hier of zo. Hij past ook gewoon goed. Hij zit goed. Kwaliteit is goed. I love it. Hij maakt mijn figuur ook mooi om mijn heupen heen. Deze is ook wat meer warm, dus ook wel fijn, aangezien het nou echt letterlijk in de min is. Alleen hij is wat minder feestelijk en wat minder extra als die andere met pailletten. Maar nog wel echt heel erg leuk, jongens. I love it. Zo is hij van de zijkant. Hij is gewoon lang genoeg, daar ben ik blij mee. Kijk, zo is hij van achteren. Ja, ik vind deze ook echt heel erg leuk. Oh my gosh, ik kan straks niet kiezen. Maar het is wel echt koud. Dus dat is waarom ik denk van ja, dan is dit misschien toch wel iets fijner. En mijn zus draagt ook zoiets tot aan de knie wel. Dus dan match ik ook wel iets meer met haar. Dus ja, deze vind ik ook wel echt heel erg leuk. Oh, ik kan niet kiezen jongens. Oh my gosh. Kijk hoe mooi. Nou, en dan heb ik hier de laatste. Deze lijkt een beetje op die andere. Alleen hij is iets lichter blauw. En hij is tot over de knie. En hij is zo schuin afgesneden hier. Kun je het zien? Dus deze is niet zo mini als deze andere twee. Deze heb ik in maat S. Dus één maatje kleiner dan de andere twee. Ik weet niet waarom, maar dat heb ik gewoon gedaan. Ik weet niet waarom. Dus ik ga deze ook eventjes afpassen. Heel benieuwd hiernaar. Nou mensen, ik dacht dat ik deze echt het minst leuk ging vinden. Ik had hem echt gewoon puur als extra erbij besteld. Maar hij is echt leuk. Misschien vind ik het zelfs wel gewoon de leukste. Hij is wel het koudste, want ik heb en geen panty en ik heb blote armen. Maar whatever, ik had het zo niet verwacht. Deze had ik echt gewoon als extra besteld. Maar hij is echt leuk. Ik heb het gewoon aan met van dit soort nude hakjes gewoon. Ik vind hem echt leuk. De split is ook niet te hoog zoals je kunt zien. Hij is gewoon oké. Ik vind hem echt, oh my gosh. Ik denk gewoon dat dit hem wordt. But I'm not sure. Ik vond die allereerste ook heel mooi. En de tweede ook. Jongens, ik kan niet kiezen. Help mij kiezen alsjeblieft. Want jullie kunnen het mij al laten weten. Welke moet ik houden van de drie? Deze, de allereerste of de tweede? Ik vind ze dus echt gewoon alle drie leuk. Ik had het zo niet verwacht. En hij kriebelt wat minder dan die eerste. Fantastisch. Deze is ook echt heel erg mooi. Jongens, ik kan echt niet kiezen. Oh, wat ga ik doen? Nou ja, ik ga er gewoon nog even over nadenken. Oké, jongens, ik ben al onderweg. Ik ben helemaal ingepakt. Ik ben onderweg naar mijn nagelafspraak. Dit zijn ze nu. Een beetje wit glitterig. Maar ik wil ze en iets minder lang hebben. En wat minder glitterig en zo. Dus ik heb eigenlijk nog geen idee wat ik ga doen. Maar ik zit wel oprecht, denk ik, om ze echt zo donkerblauw te doen. Niet alleen per se voor Avatar. Maar ik vind gewoon donkerblauw ook heel mooi voor de winter, herfst en zo. Dus ja, misschien dat ik dat gewoon wel ga doen. Dus ja. Video gemaakt. Doe dan. Nou, ik ging voor nude nagels. Nou, dat is niet echt geworden. Lekker glitterig, anthraciet. Ik dacht, ja, is wel leuk zo met de feestdagen en met Avatar. Ik wilde misschien donkerblauw doen, maar ik dacht, ik vind dit toch wat leuker, wat heftiger. I love it. Het matcht ook mooi met dit. A few hours later. Ik besef me dat ik helemaal niet heb laten zien welke look het nou is geworden. En ik ben al bij mijn zus, maar ik ga het toch nog even snel laten zien. En het is deze look geworden. Dus look nummer 1. En ook gewoon met deze hakjes. Dit was toch de beste look. Day. Nou mensen, het is nu de volgende dag. Oh, ik zie eruit. Ik kan niet te hard praten, want iedereen is aan het slapen. Het is nu 6 uur in de ochtend en ik ben alweer wakker om te werken.
Maar in ieder geval, gisteren heb ik het niet echt kunnen afsluiten. Het was super leuk. Oh my gosh, we moesten ook echt helemaal zo over de blauwe loper. We werden gefotografeerd. Ik had een interview, alles. Dus het was echt heel erg leuk. Het was dus allemaal nieuw voor mij. Het was de eerste keer en ook voor mijn zus, obviously. We vonden het wel heel leuk en we zullen ook zaken vaker naar dit soort events gaan. Het was echt heel leuk. Het was leuker dan dat ik had verwacht. Dus ik hoop ook dat jullie het leuk vonden. Ik wilde ook nog wat vloggen in de zaal. Maar dat mocht dus niet voordat we de zaal in moesten. Moesten we letterlijk onze phones in een zak doen. Want je mocht absoluut geen opnames maken zo in de zaal. Dus ja, helaas kon ik dus niet vloggen in de zaal. Maar ik heb wel zoveel mogelijk daarvoor gevlogd als kan. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te gaan. Let me know wat je van dit soort video's vindt. Vind je het leuk? Laat me weten in de reacties. Want dan zal ik ze vaker maken. En ja, al met al was het echt wel een geslaagde avond. I love it. Ik was super laat terug. Echt. Ik sliep om 2 uur of zo pas. En de film was ook echt leuk. Dus zeker een aanrader. Hij was echt geweldig. Hij heeft gewoon echt niet teleurgesteld. Hij was 3 uur lang, maar dat had je gewoon echt helemaal niet door. Zo leuk was het. Dus ik raad jullie ook zeker aan om naar die film te gaan. Maar goed, dit was het dan weer voor vandaag. Vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!